Deze week in Bureau Rijnmond. Overvallen staan voor dichte deur bij horlogemaker in IJsselmonde. Medewerksters jagen overvallen winkel uit. En twee schietpartijen aan Bergsingel Rotterdam. Als je ligt te slapen en er verschijnen ineens twee mannen in je woning die ook nog eens keihard politie, politie roepen, nou, dan schrik je wel even. Zeker als blijkt dat het geen agenten zijn, maar woningovervallers. Twee mannen en een kind liggen te slapen in een woning boven dit restaurant aan de Bijlandselaan in Rotterdam-Zuid. Ja, die nacht rond 3 uur kwamen er twee overvallers binnen in een woning op de Bijlandselaan. En ze riepen heel hard politie, politie. En er lag één man te slapen in de woonkamer. Die hebben ze vastgebonden met tie-rips aan zijn handen. Die hebben ze in een slaapkamer geduwd en daar lag nog een man te slapen. Die hebben ze ook geboeid. En vervolgens zijn ze gaan zoeken in dat huis in een ruimte die gebruikt wordt als kantoor voor een restaurant. En daar stond een kluis en die hebben ze meegenomen, dus daar ging het ze om. Als de woningovervallers hun buit binnen hebben, verlaten ze de woning richting de Putselaan. De twee mannen in huis die weten zich gelukkig zelf los te maken en die kunnen buiten twee agenten alarmeren die daar liepen toevallig. Er was ook nog een kindje in de woning aanwezig van 7 jaar. Dat heeft gelukkig niks gemerkt van de hele overval en heeft gewoon doorgeslapen. De overval is van enige tijd geleden. Het was in de nacht van 23 augustus 2018. Het politieonderzoek heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Mogelijk kunt u helpen en heeft u informatie over deze mannen. We hopen dat de kijkers de mannen herkennen op camerabeelden. Er staan 3 mannen op, er zijn er 2 binnen geweest. Vermoedelijk heeft er 1 de wacht gehouden. In ieder geval lijkt het erop alsof een van de mannen een jas om zijn middel heeft geknoopt. Misschien is dat iemand opgevallen. U kunt bellen met de politie 0800 60 70 of meld misdaad anoniem 0800 7000. Appen kan ook 06 10 00 0012. Zometeen in Bureau Rijnmond. Man schiet 6 keer op een café in Rotterdam-Noord. Een zaak met een klassiek voorbeeld van diefstal. Een gezin zit te eten, er voegt zich een man bij hun aan tafel, een vreemdeling, die stelt een vraag. En op het moment dat hij antwoord heeft gekregen op zijn vraag en weer gedag zegt, verdwijnt hij, maar er is ook een telefoon verdwenen. Op zondag 31 maart rond 8 uur 's avonds eet een gezin in een restaurant aan de Oostzeedijk in Rotterdam. Er komt een man bij hun tafel staan en die spreekt de vader aan. Hij legt daarbij een A4 blaadje over zijn telefoon die op tafel ligt. Na een kort gesprek verlaat de man het restaurant. En dan blijkt dat hij de telefoon heeft gestolen. Een klassieke truc die deze man waarschijnlijk vaker uitvoert. Wie is het? Hebt u tips? Bel met de politie 0800 60 70 of meld misdaad anoniem 0800 7000 of app 06 10 00 0012. Vorige week toonden wij u in Bureau Rijnmond een man die een buschauffeur van de RET uitschold en een klap verkocht. Dit gebeurde omdat de chauffeur hem had verzocht uit zijn dode hoek te gaan. De man pikte dit niet. Er zijn in deze zaak goede tips binnengekomen. De politie verwacht de man binnenkort te kunnen aanhouden. En dan de vermissing van Mohamed Anaya. Vorige week hebben we die ook behandeld in Bureau Rijnmond. Er zijn al tips binnengekomen, maar Mohamed is nog steeds spoorloos. De 26-jarige Rotterdammer is voor het laatst gezien op 14 juni in IJsselmonde. Een misdrijf wordt niet uitgesloten en daarom is de politie een onderzoek gestart. De auto van Mohamed, een zwarte Volkswagen Golf, is teruggevonden aan de Van Vredenburgweg in Rijswijk. De auto met schade aan de voorkant is op 14 juni ook gezien op de Dr. Hendrik Colijnlaan in Rijswijk en op de Rijswijkse weg in Den Haag. Mogelijk heeft de vermissing van Mohamed iets te maken met een partij verdovende middelen waarmee iets mis is gegaan. Wie weet meer? Wie heeft Mohamed na 14 juni nog gezien? Tips zijn welkom. Deze Poolse supermarkt in Vlaardingen wordt overvallen. De overvaller trekt de geldlade uit de kassa, maar de medewerker gritst die direct terug uit zijn handen. En dat is het begin van een schermutseling. Poolse supermarkt Bosjanka aan de Van Hogendorplaan in Vlaardingen
is het decor van deze overval. Nou, de overval is al van even geleden, ruim een half jaar, in november 2018. Maar in die tussentijd is er wel veel gebeurd. Er zijn veel sporen nagegaan, veel onderzoek gedaan. Maar het heeft tot nu toe nog niet geleid tot de aanhouding van de verdachte. En dat is wel de bedoeling. Op 16 november 2018 staan twee medewerksters in de winkel als de overvaller binnenkomt. En hij loopt eigenlijk vrijwel direct achter de toonbank en hij probeert er de kassalade te pakken. Nou, dat gaat niet in één keer. Die zit vast aan een kabeltje. Dus met enig grof geweld lukt hem dat uiteindelijk wel. En hij pakt die kassalade, die legt hij op de balie. En vervolgens wil hij er vandoor. Maar in de tussentijd heeft de medewerkster die kassalade alweer afgepakt. Dus zit de overvaller bepaald niet mee. Er vindt wat verweer plaats van het personeel in de zaak. Ja, en uiteindelijk kiest hij toch maar eieren voor zijn geld en ontvlucht hij de zaak zonder buit. Nou, het is niet helemaal zeker of deze overvaller alleen was. Op de beelden lijkt het alsof hij contact heeft met iemand anders. Maar diegene is in ieder geval niet in de zaak geweest en daar zijn ook geen beelden van. Maar het kan dus zijn dat er een tweede verdachte bij betrokken is. Wie is deze overvaller? Tips zijn welkom. U kunt bellen met de politie 0800 60 70 of meld misdaad anoniem 0800 7000. Appen kan ook 06 10 00 0012. Een horlogemaker uit Rotterdam-Zuid heeft na een eerdere overval een extra slot op zijn deur laten plaatsen. Een uitstekende investering blijkt, want daarna staan drie mannen die hem willen overvallen letterlijk voor een gesloten deur. De Hoordijk is een charmant dijkje in Rotterdam-IJsselmonde. In een van de dijkwoningen zit een goudsmid en een horlogemaker. De juwelier ontvangt zijn klant in een speciale werkruimte aan de achterkant van het pand. Op woensdagochtend rond 9:15, 5 juni, zijn er drie mannen richting de Hoordijk in Rotterdam uitgekomen. Zij droegen gezichtsbedekking en hadden een mes bij zich en ze probeerden de juwelier aan de Hoordijk te overvallen. Nou is dit niet gelukt, want de deur zat gelukkig op slot. En zodra de overvallers dit ook merkten, zijn ze rechtsomkeer gegaan en gevlucht richting de Keversdijk. De overval mislukt dus, want na een eerder overval 2 jaar geleden heeft de eigenaar betere veiligheidsmaatregelen getroffen. Je kunt niet zomaar naar binnen. Ook deze mannen niet. Dus bel als u iets weet 0800 60 70 of meld misdaad anoniem 0800 7000. WhatsApp kan ook 06 10 00 0012. Bij een café op de hoek Bergweg, Bergsingel in Rotterdam-Noord is het rond de jaarwisseling onrustig. Er is een ruzie op straat en er zijn twee schietpartijen. Van een verdachte is beeld. Hoek Café Rendezvous zit op de eerste verdieping van een pand op de hoek van de Bergsingel Bergweg. Het café speelt een belangrijke rol bij drie incidenten rond de jaarwisseling. Mogelijk hebben de incidenten met elkaar te maken. Ja, het nieuwe jaar is nog geen half uur oud als er rond 12:30 s'nachts op twee woningen die tegenover het café liggen wordt geschoten. Dat is het eerste incident. Het blijft onrustig rondom het café die nieuwjaarsnacht. Bijna 6 uur na het schietincident gebeurt er weer iets. Later in de nacht, als het bijna ochtend is, ontstaat er in het café tegenover de woningen die beschoten zijn een ruzie tussen bezoekers in het café. Dat was de nieuwjaarsnacht. Een schietpartij en een ruzie. 2 dagen later, op donderdag 3 januari, gaat het verhaal verder. Een auto rijdt om 3 uur 's nachts vanaf de Bergsalaan over de Bergsingel richting de Bergweg. De auto stopt aan de overkant van Café Rendezvous, ter hoogte van de Witte Brug. En vervolgens stapt de bijrijder de auto uit, loopt het bruggetje over in de richting van Café Rendezvous. Als hij voor het café staat, pakt hij een vuurwapen en schiet 6 keer op de ruit van het café. En daarvan ziet u hier de beelden. Een auto komt vanaf de Bergweg en stopt bij de brug. Een man stapt uit, loopt naar Café Rendezvous en vuurt 6 keer. Daarna rent hij terug naar de auto. Hij stapt in en rijdt tegen het verkeer in de Veurstraat in. Het is onbekend in wat voor auto de schutter zat. Mogelijk een BMW uit de 3 of 5 serie. En de politie komt ook graag in contact met de bestuurder van deze auto, die kort voor het schieten over de Bergsingel rijdt. De bestuurder kan dus een belangrijke getuige zijn.
Ja, in korte tijd zijn er dus 3 incidenten geweest hier op de Berg Singel. Een ruzie en 2 keer is er geschoten. We hebben bewakingsbeelden van het schieten op het café en we hopen dat mensen degene die op het café schiet herkent. Als u andere informatie heeft over de incidenten, over waarom er een ruzie was, waarom er op een woning geschoten wordt of waarom er op het café geschoten werd, dan is dat voor het onderzoek hele volle, waardevolle informatie. U kunt bellen met de politie 0800 60 70, meld misdaad anoniem is ook mogelijk 0800 7000 of app 0610 00 00 12. Tot zover deze uitzending van Bureau Rijnmond. We hopen dat we tips van u krijgen, waardoor we weer verder komen in het oplossen van de getoonde misdrijven. In september zijn we terug en in die tussentijd kunt u ons blijven volgen via YouTube, Twitter, Facebook en Instagram. Een hele fijne zomer en graag tot de eerste week van september.